Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Grand Colosseum met Nandoing. Lekkering. Zeker lekkering. We gaan nog een poging voor Dakim doen. Hoppatee, gewoon naar let's go. Trouwens, was mijn intro nou lekkering of ja zekering? Nee, lekkering. Je deed het goed. Lekkering, oké, okay, nee. Omdat ik de vorige keer heb ik het opgefuckt, dus nu twijfelde ik aan mezelf. Ja. My Daar hebben we hem, Dakim. Ja, echt. Nou, we hebben niet gegrind dit keer, dus... Nee, dus het kan nog best wel eens moeilijk worden. We zijn al een paar keer dichtbij geweest, volgens mij. Ja, dat wel. Oké, ik weet dat die begint met Ninetales en Fortress. En die Ninetales heeft Drought, en die Fortress is Irritant. Nee, die heeft geen Drought, inderdaad. Kijk, ik moet op zoek gaan naar een spiegel voor in mijn kamer, die licht geeft. Nou, wij hadden al een van de vorige afleveringen al, werd er al een tijdelijke spiegel naar jou gebracht. Ja, dat is waar, maar ik moet ook gewoon licht van die spiegel hebben, dat is wel handig. Oké, 100% die Ninetales gaat voor Fire Blast. Wat je kan doen is Rock Slide. Ja, Rock Slide. En dan met Blaziken deden we volgens mij Heat Wave. Omdat je dan beide monds raakt. Ja. Oh ja, Aggron ging One Hit KO. Dat trouwens de vorige keer, dat was ik vergeten. Die kunnen we beter niet vooraan doen. Ja, dat was ook zo. Oh, dat was ik alweer vergeten. Ja, ik kan me nog wel herinneren. Maar dat weten we voor de volgende keer. Jazeker. Ja. Je zou eventueel Ampharos nog kunnen doen, want later is hij niet super handig voor mij. Hey, je hoest is nog niet weg, zo te horen. Nee, maar het is wel een stuk beter al, hoor. Oh, dat is wel fijn. Alleen, ik moet nog wel zo nu en dan hoesten. Ah, oké. Ja, op kantoor heb ik nu ook weer mensen die aan het hoesten zijn. Hmm. Dus, en ik had het ook zelfs vandaag, maar dat was gewoon omdat ik jeuk had in mijn keel. Oh ja, dat is zo'n kriebeltje. Zeg dat wel. Een zwempaard. Een zwempaard. Oh, er is wat gebeurd. Milan, daar zakt je broek vanaf. Nu ben ik wel benieuwd. Ja, dus afgelopen vrijdag liep de toiletten beneden over, die stroomde over. Oh, Jordi zei zoiets, dat je wat mankementjes had. Ik zei van, dat er geen deur in zijn kamer zit. Ik zei, ze hadden ook rioleringsproblemen, geloof ik. Ja, dat klopt. Ja, ik had hem geappt erover. Ja. Hij vroeg hoe het ging, volgens mij, met het nieuwe huis. Ja. Dus, mijn vader die had dat opgeruimd. Maar we konden toen geen gebruik maken van de toiletten. Ja. En die douchen, we konden ook de kraan niet gebruiken. Superkut. Dus is de gemeente eerst langs geweest. Die konden niks voor ons betekenen. Dus hebben we op zaterdag gewacht. Toen is er zo'n bedrijf langs geweest. Die kon uiteindelijk ook niks voor ons betekenen. Nou, dat schiet op. Ja, want ze wisten niet waar de ontstopping zat. Mm-hmm. En je hebt nog een verschil. Als de ontstopping op de openbare weg is, dan zijn de kosten voor de gemeente. Dan moeten zij dat oplossen. Is het op jouw terrein, dan moet jij ervoor opdraaien. Oef. Dus, maar het ding was, mijn vader die had met hoge druk, had hij in de pijp gespoten om het een beetje weg te los te maken. Ja. En toen is die gast van het speciale bedrijf geweest en die heeft dat met zijn hoge druk gedaan. Er nog achteraan. En die trok, dat ding terug, want hij merkte dat er niet echt veel veranderde. Yeah. En die hele slang was aangehoord. Oef. Nou, dus konden we zondag ook niet gebruik maken van het water. Mm-hmm. We konden wel een klein beetje, maar we konden niet douchen, dat soort dingen. Nu zijn er vandaag weer gasten langs geweest. En die gingen gewoon op de kavel het een en ander openmaken om te kijken wat er gebeurd is. Blijkbaar, want in eerste instantie gingen ze ervan uit dat ik het de verstopping had veroorzaakt. Wat? Daar zag het wel naar uit. Ja, het ding is, als ik moet vegen, dan blijf ik vegen.
Nou, en ik had afgelopen maandag had ik, moest ik echt 3 keer achter elkaar naar het toilet. Ah, big oof. Ja, dus er werd gedacht dat ik de veroorzaker was. Maar dat bleek uiteindelijk niet helemaal zo te zijn. Want die hele pijp lag aangehoord. Die is gewoon opengebarsten ergens. What door rijvoertuigen waarschijnlijk. Wow. Die bouwvoertuigen. Dus nou ja, wij zijn niet verantwoordelijk daarvoor. Dus dat is chill. Ik zou al zeggen, je moet toch gewoon kunnen schijten. Ja. Maar echt. Nou ja, ze hebben het nu soort van gefixt. Maar er zit nog zand in die pijp. Omdat die van dat speciale bedrijf, die had de deksel niet op de pijp gezet. En daardoor zit die pijp vol met zand. Dus daarvoor komt dat bedrijf nog morgen even langs om dat schoon te spuiten. Maar de rekening gaat naar de bouwer. Gelukkig. Ja. Dus hoe moest ik het nu continu oplossen? Ik moest naar het oude huis om te gaan douchen en om daar even een skit aan te leggen. Ja, en dat was ook wel hard nodig, want er kwamen weer boomstammen uit, Milan. Ja, maar je weet toch nooit van tevoren of je moet poepen of niet? Ik voel dat aan. Als ik echt moet, sowieso 's ochtends, moet ik altijd wel. En meestal ging ik dan ook ja, maar ik weet ook wel als ik moet poepen. Alleen op het moment dat ik voel dat ik moet poepen, dan moet ik binnen 5 minuten op de wc zitten. Oh, ik kan het nog wel volhouden. Mm. Ik heb ook ervaring daarmee met het ophouden. Obstipatie. Maar dat was, zeg maar toen ik nog op de basisschool was. Dus ik heb ervaring daarmee. Okay. Met ophouden. En sowieso plas kan ik ook wel redelijk lang ophouden. Leuke gesprekken. Ja. Yeah. Maar goed, dat gaat allemaal goed komen. Ik kon nu gewoon de kraan gebruiken. Mijn handjes lekker wassen. Dus, en ik heb net even een kleine skitatje gelegd. Dus nice. Ik voel me weer helemaal zen. Je bent weer helemaal een mannetje. Ja. Weet je dat ik echt 2 keer echt pech heb gehad tijdens deze battle? Dat hij op 1 AP blijft leven. Ik zag in ieder geval van die Flygon, ja. Maar dat was volgens mijn range. Oh, dan 3. Want Swampert en Ninetales voordat hij de potion kreeg ook. Oh. Kut. Oh, dit is... Nou ja, dit is nog wel een redelijke mate. Nou, hij is nou dood. Ja, oké. Dan, ja. Oh, nee. Toch niet. Je Ninetales aan. Oh, op zich is Moonblast wel handig, want nu is die special attack naar de pleuris. Sinds je bent Flygon. Ik heb vandaag Pepsi Lemon. Wow. Oh, lekker hoor. Oké, Typhlosion. Ik ga deze toch niet meer winnen. Nee, doe wel Psychic of zo op Typhlosion. Kijk even hoeveel dat doet. Lol. Oh. Ja, oké. Dit was... Since you begun. Wow. Ik dacht dat het net zoiets als Lightning Rod was. Yeah. Maar natuurlijk... Hij deed gewoon Fire Blast op zijn Typhlosion. Dat is echt heftig dat ze dat soort dingen doen. Dus next level. Ik ga hem zo starten, want dan heb ik Power Jam op Ampharos voor de Ninetales en Heatwave. Ja. Misschien daar dan een heel eind komen. Ja, het lijkt me wel handig. Het is gewoon kut. Die Ninetales moet gewoon een keer doodgaan in plaats van dat hij elke keer net blijft leven. Mm-hmm. Ja, het nadeel is, in jouw team heb je geen grass types en je hebt geen water types. Dat klopt, dat is best een nadeel. Nou ja, dat is best wel een nadeel. Nou, maar volgens mij heb je ook niet echt hele goede tot nu toe gezien. Van wat ik me kan herinneren in ieder geval. Nou, Lantern is misschien een goede waterpokémon. Oh ja, die heb je ook toch ook een tijdje gebruikt. Nee, Lantern heb je niet gebruikt volgens mij. Ah, ik dacht dat je hem wel had. Even zoeken naar een badkamerspiegel. En een zon. Ah, hier hebben ze hem wel. Ik weet alleen niet of dit
goede... Oh ja, wacht. Amazon is altijd vertrouwbaar. Kijk, 700 keer 500 millimeter. Hoezo zijn Ninetales en Fortress sneller dan Blaziken? Volgens mij is de Blaziken speed niet super geweldig. Kijken. Alleen die van Fortress snap ik niet, inderdaad. Dat, kijk, een Blaziken was, dacht ik, beestachtig of zo. Ja, beestachtig. Fortress. Maar volgens mij vroegen we ons dat ook al af de vorige keer bij die Fortress. Maar misschien is die Jolly Nature of wat dan ook. Zeg maar, zijn speed wordt verhoogd. Maar zoals dan. Waar is de pagina voor Bulbapedia? Hè? Ik typ Fortress. Het eerste wat ik krijg is Pokémon Database. Pokémon.com en Serebii. Nou ja, dan kijk ik wel op de beestet van de dinges. 40. Ja, dat klopt niet. Van Walnoot. Dat is overcoat. Immuun tegen... Weather conditions, nou dat heeft ook niks hiermee te maken. Nou, wat eventueel een mogelijkheid is, is dat het aangepast is, hè, omdat het in deze ROM kan. Maar ja, want hij doet wel meerdere moves, dus hij zal ook geen choice scarf hebben. Oh man. Kijk, 70 liter. Volgens mij is dit die spiegel die me... Kijken. Hup, de twee fairy types, let's go. Nice. Lekker. Lekkering. Dit is hoe het moet gebeuren. Hey, in ieder geval ben je wel aan het trainen, want je krijgt wel experience. Ja, precies. Oh ja, dat is een Solrock, ja. Ja, die Solrock kan wel kut zijn. Ja, je hebt geen super effective moves erop. Mm-hmm. Dat ding is freaking rock type. Ach, wow, Ninetales is ook echt irritant. Ja. Oh, nice. Kun je in ieder geval nog wat healen, ook al is het not very effective. En als die Solrock niet iets van Fire Blast of zoiets doet, dan... hij is bijna gone. Flare Blitz. Het is kut dat ze allemaal Fire-type moves hebben, want dan kan ik Aggron... Aggron heeft gewoon Rock Slide, wat gewoon goed is voor die Ninetales en die Typhlosion, zeg maar. Nou, als maar... Je moet alleen de Fire Blast overleven, dat is een beetje... Yeah. I mean, Hitmontop. Ik hoop dat hij geen Psychic heeft, ding. Kijken, want tegen wat moet jij zo hierna? Want Typhlosion. Hij heeft nog de Typhlosion en hij heeft en nog de Swampert. Ja. Ja, dan zou ik niet gaan voor Triple Axel. Nee. Dan zou ik Triple Kick doen. Triple Kick. Oh, dat is super effectief voor Marok. Oh nee, omdat hij Psychic is. Psychic. Dan is het ook neutraal, dacht ik. Dat denk ik ook. Solrock. Kom op, overleven Moonblast alsjeblieft. Ja, nice. Oké, als het goed is de Ninetales in ieder geval dood nou. Juist. Ja, fighting moves zijn neutral. Zen Headbutt. Nu is hij wel dood, denk ik. Ja.
AGG Ron. AGG Ron. Het vervelende is wel dat die Typhlosion snel is. Mm-hmm. Moonblast op Solrock? Of Moonblast op Typhlosion? Ik denk Psychic, want hij gebruikt voornamelijk Eruption. Mm-hmm. En dat doet damage aan hoeveel HP hij nog heeft. Oh. Ik ben bang dat we echt Aggron moeten gaan wisselen. Ja. Hij kan echt helemaal niks tegen dit team. Oké. Drop? Nee. Zes HP, let's go. Let's go. Ja, nou, we kunnen even naar het team kijken. Ja. Kijken of we nog wat in de box hebben liggen. Wat je eventueel kan wisselen. Alleen voor die fight dan. Je hebt gewoon, ja, je hebt niet echt iets wat fire countert. Maar dan ook echt vies countert. Stel je voor je had WC eend met Drizzle. Ja. Yeah. Even kijken. Wat hebben we hier staan? Ja. Oh, enige water-Pokémon. Hoe zit het met je Alolan Marowak? Heeft hij... Wat voor ability heeft hij? Rock Head. Ah, oké, dat is jammer. Als hij iets van Flashfire of zoiets had, was het wel echt super geweest. Mm-hmm. Regirock zou eventueel nog kunnen. Mm-hmm. Kijken, want wat heeft hij? Adamant Nature, daar begint het al goed. Volgens mij heeft hij alleen maar Shadow Rush. Ja, ja. Nou, of we moeten die fluit gaan gebruiken. Ja, om hem te purifyen. Ja, dan kijken of dat het wat beter is. Alleen hij is wel pas level 40. Oh ja, en volgens mij is de special defense ook niet zo puik. Fuck. Special defense is 97. Ja. Nou ja, het kon erger, I guess. Nou, ik zou hem wisselen met Aggron even tijdelijk. Aggron kan echt helemaal niks tegen dat team. Dan heb je in ieder geval iets wat beter kan. Oh, je kan de items natuurlijk er niet vanaf halen. Wacht, terug, één keer. Dus BB, en dan naar het menu. Item storage? Oh. Nee, dat is wat je vroeger in Pokémon had. Omdat je maar zoveel ruimte had in je pack. Even WhatsApp web openen en dan vragen of dit de juiste spiegel is. WhatsApp web. Praat koppelen. En dan ga ik zo meteen even in Scarlet een Pokémon aanmaken voor de Typhlosion raid. Oh jee. Doe je een Typhlosion raid? Even kijken hoor. Is dit hem? Ik denk dan dat Snorlax een van de betere is om te maken. Oké. Oké, Regirocking. Ga lekker rocken. En dan moeten we hem alleen gaan purifyen natuurlijk. Ja, volgens mij hebben we een fluit. Volgens mij ook. Ja. Oh ja. Gelukkig hebben we de speed knop.
Dit is de magie van de speedknop. Alleen weet ik niet of we ook nog moeten healen of niet. Of sorry, moeten trainen of niet. Ja, dat weet ik ook niet. Ik weet wel dat ze ergens in de 60 gaan zitten, die levels. Mm-hmm. Bij de laatste. Fluitje? Kijk hoor. Timeflood. We hebben er precies één. Krijgen we onze groene vriend te zien. Zo, wat is dat geluid? Holy damn. Dat is versneld. Zo. Weet je, is het echt normaal bij jou, maar dan versneld? Nee, nee. Bij mij is het echt heel erg distorted. Holy damn. Oké, kijken welke moves die heeft. Alleen Dynamic Punch, geloof ik. Nee. Kijk, Iron Head, Ancient Power. Mm-hmm. Kijk, was dat... Siri. Ja, dat dacht ik al. Nou ja, we hebben in ieder geval een Rock Move voor tegen de Ninetales. Wil je het proberen met hem? Ja, zeker. Gewoon doen. En dan even kijken, Ampharos in de back. Dan Ancient Power tegen dat stomme ding spammen. En hopelijk... Volgens mij was het zo dat de Physical Special Split gefixt was in deze game. Ja. Dus dat zal... Oh, wacht. Dat zal Ancient Power Special zijn, toch? Je moet naar Relgam Tower. Oeps. Maakt niet uit. Nee, we gaan het gewoon proberen. We hebben er goede hoop in. En anders wordt het grind time met speedknop voor de... Ja, misschien doen we dat even offscreen naar deze aflevering. Ja hoor. Zit ik goed nou? Ja, hè? Ja. Ja. Ja, laat maar. Oh. Maakt niet uit. Ik zat te denken, misschien nog een item erop. Oh, ik zou lefties geven. Ja, daarom, dat heb ik helemaal van dingen afgehaald. Nou ja. Ach ja. 9 staart en Fortress. Fortress de Bortress. OWLC weer Protect Earthquake doet. Maar ja, tegen Regirock zal het niet zoveel doen in ieder geval. Mm-hmm. Goed. Ancient Power en Heatwave. Solar Beam. Oh, kut. Nou, dat was Regirock. Maat. Oh. Maar volgens mij heeft hij ook een keertje Solar Beam gebruikt. Ja, nu het gebeurt, denk ik dat ook. Fuck. Het was wel ziek geweest als dat ding Destiny Bond had. maar die Ninetales, die is wel echt hinderlijk. Misschien na de volgende grind sessie dat we beginnen met focus op die Ninetales. Want die zit de hele tijd je hele team uit te moorden. Ja, dat komt omdat hij zo'n grote variety heeft aan moves. Mm-hmm. Ja, ik vind het geen wonder dat ik Ninetales in Gen 6 voor mijn competitive team gebruikte. We moeten blij zijn dat dat ding geen nasty plot heeft. Als ik ook nog nasty plot had, dan waren we nog verder van huis, denk ik. Dat zou zomaar kunnen. Oké, Power Jam. Ninetales is nu dood, denk ik. Jazeker. Nee. Oh. Dat is op Blaziken? Nee, dat is op... Jawel, dat is elke keer dat iemand Blaziken doet. Dat is echt dom, want Ampharos is Dragon type. Maar goed, ik vind het prima dat hij dat doet. Ik wil nu eigenlijk heel eventjes... wat is het meest effectief op Swampert? Van jouw move? Van Ampharos, ja. Ik denk Dragon Pulse, want dat is step. Kijk, ik ben sneller, dus dan kill ik hem al als het goed is met Aura Sphere.
Ja, ja, nice. Kijk eens. Kutbeest is dood. Nice. Ben je daar in ieder geval vanaf? Ja, sinds je bent Flygon. Oh, ik had Dragon Pulse moeten doen op ook op Ninetales. Ah, maar hij had kunnen switchen. Mm-hmm. Of hij had ook Solrock kunnen inzetten. Ja. Waterfall op de Blaziken. Ja. Ja. Was je wel sneller dan de... Ja. De Flygon? Ja. Oké, okay. Dan is het prima. Gelukkig krijg je nog wat van de leftovers. Oh, met Ampharos bedoel je, ik weet niet of ik sneller was, maar ik ga met hem nog een keer Dragon Pulse doen op Swampert en Moonblast op Flygon. Oh, hij is sneller. Ja, dat is fucked up. Ja, dat zat er wel in. Dubbel Fairy Lead, let's go. See. En je moet toch wat, hè? Flygon is dood. Flygon is gone. Ja, sinds je bent Flygon. Maar echt. Oké. Okay. Earthquake, oeh, juist! Dit is wat we nodig hadden. Dit is wel wat minder. Maar die Typhlosion... Hij wanted Kyoto Typhlosion. Huts. Nou, geen eruption for you this time. Dit biedt perspectieven. Oh, Solrock. Nice. Alleen Solrock nog, toch? Ja. Kijken. Want wat heb je nog over? Oh ja, Hitmontop, ja. Oké. Okay. Nou ja, sowieso de Swampert afmaken. Psychic, denk ik, of Moonblast? Moonblast, want of... Ja. Kijken. Als je Ninetales het nog overleefd hebt, doe dan Fake Tears op de Solrock. Ja. Nice. Dan is de Swampert dood. Is het alleen Solrock nog? Ik heb 3 Pokémon. Het ding is wel, het kan hitten als een truck als hij voor Flare Blitz gaat. Ja, en dat gaat hij doen. Ja, is Flare Blitz trouwens geen recoil move? Ja, jawel, maar we zagen net ook dat het niet superveel recoil deed. Kijk, let maar op. Ja. Die gaat inderdaad neer. Ja, het doet dat. Nou ja, dan is Moonblast nog de beste optie die je kan doen. Okay. En dan met Hitmontop. Dan verlaag je in ieder geval zijn attack. Dus dan zal Flare Blitz ook iets minder doen. En Triple Kick dan, hè? En Triple Kick, inderdaad. Of Bullet Punch. Dat is ook super effective. En je bent eerder. Stel je voor dat hij je one-shot met iets. Dan heb je in ieder geval met die iemand op een move op hem gedaan. Ja. Dat deed weer redelijk wat damage. Ja. Nou, kijk. Ja, hij heeft nog een Hyper Potion als het goed is. Zijn headbutt. Oké. Okay. Misschien dat iemand op over... dit heb je gewoon in de back, maat. Lekkering! We hoeven niet eens de grinding. Hoppeteeing. Hoppeteeing. Maar... ja, gaan we hier. Hyper Potion, ja. Ah, boeien. Volgende beurt is hij toch sinds you've been gone. Hij mag doen wat hij wil. Hij maakt het verschil. Pokémoning. Precies. Kijk hoor. We gaan Snorlax breeding. Ik weet alleen niet of hij een goede
We hebben hem gehaald, nice. Ik denk dat ik gewoon Aggron er weer in stop. Ja, zeker. Lekkering. Lekkering. Nu heeft het heel erg geholpen dat hij zijn eigen Typhlosion killde met Earth. Ja, eigenlijk is dat de reden dat je hebt gewonnen. Maar goed, het focus op de Ninetales was gewoon verstandig uiteindelijk. Ja, precies. Nou, en nu mag je zo meteen teruggaan naar die kamer met al die ronde dingen. En daar mag je de gekleurde badges invullen. En dat gaan we de volgende aflevering doen. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik je graag de volgende keer. Adios!